Nou, vandaag voor de 11e keer, 7 augustus 2010, weer het Peterkeertsen. Het weer, hopelijk dat het goed blijft, want het is niet zoals vorig jaar, dat was het hartstikke mooi. Maar we hopen het beste er maar van. Het wordt hier weer goed aangegeven, dus. Nou, de eerste weer. Ja, we zijn de eerste vandaag al. Het veldje lijkt er prachtig mooi bij. Ik ken de spelregels. Ik ken de spelregels. Aanplakbiljet. Oh. Dat is niet trillen. Waar ben ik? Wie ben ik? Dat is een waanzinnige. Dat hoop ik. Mooi te komen. We willen er graag fladder doorheen, want we hebben 48 per toer. Dus we hebben een nodig lang nooitje. Dus stel dat alles wat minder wordt, dan zitten we er wel mooi. Dus we hopen wel dat iedereen de partij uit is, even de standrooyout en de balie levert. Of bij Rob. Of bij mij. We hebben een aanbesteed aan derde boom, gewoon erin gaan. Dan kan iedereen als ze hebben kunnen wat voor de bal is pakken. Even zien, als die nog bal had, ik zoek dat ze maar je leed gaan soort. Hadden we nog bal in omloop binnen een paar doekje even dragen we erom. Dan beginnen we straks bij perk 1. Dat is het perk wat er is. Dus ik heb 1 zit waar. Dat is waar een prijs al en dat gaat dit kant natuurlijk. Dit komt niet. En we eindigen je eigenlijk straks maar de finale zal je hier waar de kantine zeven van. Dan willen we vanmiddag beginnen met het verkeerpje van grote club Aquilot van uw vereniging. Want wij zijn altijd leeg met socks en wij hebben altijd strap ervan dat we dit kantine beginnen. Het is wel winstje partij, maar we dat allemaal mooi met elkaar. Dus wat je niet wat gerien willen, maar een lattekeeper zou heel mooi zijn. Dat is straks wel ergens bij dingen. Ik zet ons nog een twee gewoon op. Dan vind er eventueel nog vragen over de spulregels. Want iedereen is hier wel vaker weg toch op Peernooi. Ik denk gewoon dat er geen vragen moet binnen. Nee, dus geen vragen. We binnen wel altijd de wend dat er sportief keertst wordt, Jirre. Ja. Vinden jullie dat in twijfel? Maar hij zei dat ik weer niet ben. Oh, het sportieve leuk, dan ben ik meestal die voor de eerste keer hier al wat net moet wissen. Ik kan gewoon in de zit en dan komt het wel heel goed. Dan begint het straks. Ik teken hoe het jou, dan beginnen we met barbecue. Ik zit al hier, dus ik zelf al hier. Dus net denk ik, ik ben er al, nou heb je niks met de wegwezen. Blow je nog eens zelf even, want het is goed om te worden. Dan Joop, net als ik nog dingen heb, heb je nog iets aan te voegen? Nee, het is geweldig zo, dacht ik. Nou, dan zeg ik, we beginnen los al je hele noffelijke, sportieve en succesvolle middag. Ja, ja. Maar we hebben een bal naar even dat? Dat is sterk. Dit is een bal, weet je. Dit is hier een 12, krijg je een bal 2, man. Bal 2, jongen, ik ben niet eerst op de beurt. Dat maakt niet uit. En die bij het palen. Ja. Hij wil een nice bal. Zit op de dubbele kop. Ja, ja, ja. Nou, het zal hebben. Ik weet het niet, ik weet niet wat we noemen. Nee, maar dat gewoon niet. Dus dat druk me even op, maar ik kan een shot. Nee. Mag wel. En applaus van Dolberg. Die kale kop erop. Dan de finale. Dat die, de finale van de verliezen die op zich een hele mooie neer. Wat mezelf opvoelde, dat wil ik wel in apart applaus geven voor de jongste deelnemer. Basje,
vind ik goed. Dank je wel. Ik moet verduid af, ik wil een spart. En applaus voor Johannes. Dan de eerste prijs van Sietse Jong en Jelske. En een applaus van hem. Dan geven we nou de winnaarsronde, de twaartrede Vries, mevrouw Thomas de Vries, Margreet Mulder, Hendrik Bloembergen en Annemarie Tuninga. Je bent een donker. Een applaus voor deze winnaar. De tweede prijs in de winnaarsronde van Klaas Jan en Wietse van der Kooi. Dan de winnaars van het 14e wat door het half, van het mooie officieel, dat het er niet kwam. Dit is van René en Danielle. 2010. Jolien trein onder het ook dat Danielle wat geblesseerd raken, maar ik denk niet wat er komt in, maar het is eigenlijk goed kom. Heel goed zelf. Oh, mooi kruis. En mooi maak. De laatste deelnemer, hè? Op de lijst. Wil ik alleen een foto maken? Wil ik even een foto maken? En dan applaus voor René, even zo staan daar in het licht, laat in het licht. Met haar, even zo in het licht. Ja, dat ook. Ja, ik maak nou weer foto hoor. Wanneer dit het officiële gedeelte van deze dag, ik wil je mij bedanken voor je komst, inbreng en alle horen dingen die hem hier hebben. Ik wens je nog een gezellige jong, loffelijke jong en onder een keer. Ja. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.